Sfeerrijk is het. Daar zorgen de Willem II fans voor. En daar zorgen zeker, dat weten we bij alle wedstrijden van de Graafschap, de fans uit Doetinchem en omgeving zorgen daarvoor. Opstelling onder de beeld ziet u van Adrie Koster. Met dus Vroezij, Pavlidis en Isaac, de drie aanvallers. 4-3-3 zou het kunnen staan. Maar ja, dat gaat de wedstrijd in de loop van wel duidelijk maken. Joris Peters, hij in ieder geval weer terug. Maar Erwin Blank, de scheidsrechter is. Straalman is de captain aan de andere kant. En ze gaan in ieder geval van kant wisselen. Zo duidelijk. Bertrams, hij keept in plaats van Jurrius. Die is geblesseerd geraakt, hamstringblessure. Is er een weekje of 6 uit en dat zijn toch wel zeer bepalende weken. Dus Bertrams, die overigens een verleden heeft hier bij Willem II. Hij stond hier 2 seizoenen onder contract. Heeft hij trouwens nog nooit een wedstrijd in het eerste gespeeld. En ging daarna van Willem II naar NAC. Dus heel populair bij de Willem II aanhang zal hij niet zijn. En het nummer 26. Henk de Jong moest dus even wat puzzelen in zijn ploeg. Met name voorin, waar El Jebli natuurlijk de klasbak is. De man die de goals maakt, 7, hij is de clubtopscorer. Nou, ook afgelopen week was hij weer goed voor de gelijkmaker in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Waarbij, want zo eerlijk zijn ze bij de Graafschap wel, zeiden we, ja, die eerste helft werden we helemaal ondersteboven gevoetbald door ADO. De tweede helft hebben we kunnen herstellen. We zijn begonnen aan deze wedstrijd, aftrap is geweest. Het is goed dat er een aantal spelers bij Willem II achterin multi-inzetbaar zijn. Zowel Lewis kan rechtsback spelen, heeft hij ook gedaan, rechtscentraal. Dankelaar rechtsback, rechtsbuiten. Dan heb je Heerkens die vandaag geschorst is. Die heeft volgens mij op alle 4 posities achterin gestaan. Dus van rechtsback naar linksback. Dat is alleen Palacios, de man die niet heel veel anders kan en doet dan links achterin voetballen. Dankerlui. Vroezij. En glipt er langs bij Tutu Arima. Vroezij achterlijntje halen. En dan de bal voorgeven. Dat lukt niet, maar haalt er wel een corner uit. Corner van Dankerlui. Pavlidis de lucht in. En Isaac en de redding van Bertrams. En Peters is daar nog wat vervelend. Zodat hij het uitverdedigen lastig maakt. Maar een knappe redding van Bertrams. Isaac. Vroezij aan de rechterkant. Kan hij daarbij komen? Ja. Goed gestart Vroezij. En dat is een lastige hoek. En de bal voor langs. Er zit heel veel variatie in het aanvalspel van Willem II. Tapia. Met Vet. Vroezij. Tapia. Net niet voor Pavlidis te doen. Crowley. Ja, daar komt Palacios. Dat is niet goed meegegeven. Maar ze krijgen de bal weer terug van Narsing. Weer terug naar Crowley. Pavlidis. En per ongeluk Isaac. Want het was een soort van mislukt schot waar Isaac tegenaan liep. Nou ja, er wordt natuurlijk altijd gecontroleerd of er iets aan de hand is bij die goal. Eerst maar eens even kijken hoe Pavlidis. Hier schieten ze dan buitenspel. Ja, dat is lastig te zien. Is het Hens? Dat is wel helemaal lastig waarneembaar. Zeker geen Hens. Niks aan de hand. Dus een goal. Hij staat. Deze bal schiet door richting Isaac en maakt het af. Ja! 2-0. Twee keer Alexander Isaac. De snelheid die hij heeft wordt onderkend door Willem de Reuter met zijn trap. En
Isaac wint dat duel. Daar zit Straalman nog wel enigszins tussen. Maar na de verre uittrap van Wieland Reuter. Het niet goed kunnen reageren van Straalman. En het afmaken van Isaac zorgt voor een 2-0 voorsprong. Pavlidis. Ja, Tapia. Niet lekker gegeven, maar wel goed opgemerkt. Vroezai. Vroezai. Dan wordt hij tot halt geroepen door Straalman. El Jebli. Richting Vet. Gaat er overheen. Pavlidis. Dankerlui. En dan Vroezai die diep gaat. Oh, goed gedaan zeg. Vroezai en links bij hem is Crowley. Crowley voor het afmaken voor de 3-0. Nee, ja, nee, ja, nee. Maar wat kwamen ze weer geweldig uit. Met Pavlidis, met Vroezai en uiteindelijk met Crowley. Tutuarima. Moet toch een mannetje over het hoofd gezien. Burgzorg. Positie. Bouwie geeft die bal terug. Dat was in ieder geval de bedoeling. Zo haalt de Graafschap. En toch een corner uit. Daar is een hoekschop waarbij daar Straalman er 2-1 van maakt. En daar waar je dus lange tijd verwacht dat er op het scorebord wel iets zal veranderen. Maar dan normaal gesproken voor het streepje. Dat van de 2 toch heel snel de 3 zichtbaar zal worden. Maar hier, door de kopbal van Bart Straalman, staat er 2-1. Doorkoppen is van Pavlidis op Isaac. Isaac. En weer gevaarlijk. Bouwie hier in balbezit. Goede controle. Bouwie naar binnen en schieten. Dat zou die kunnen. Dat Hens. Oeh. Scheidsrechter zegt meteen, er is niks aan de hand. Tutuarima. El Jebli komt, maar daar is ook Wieland Reuter. Is dat Hens of niet? Het is dicht bij het lichaam gehouden. Dat zal dan wel de uitleg zijn. Mooie opening, Wieland Reuter op Dankerlui. Kruis voor Bouwie langs, die weet ze nog net in te houden. Crowley links, ruimte Pavlidis. Ja, geweldig gestoken. Prachtig gedaan. En dan zou je eigenlijk verwachten dat hij het zelf doet. Maar die paas naar Pavlidis. Wat een geweldige bal. Dan moet hij dan van eigen succes gaan. Het is een lastige hoek. De redding van Bertrand. Straalman. Van der Pavert. Vet. Iets daar wachtend. Lewis is dat niet. En die kan eindelijk eens gaan rennen. Daar heeft hij een hele tijd aan moeten wachten. Lewis om een beetje lekker te gaan rennen. En hij schiet hem erin ook. Fernando Lewis. Als rechtsachter kan hij natuurlijk gaan en gaan en gaan en gaan. Als centrale verdediger kan het een stuk minder. En hij kwijt zich heel goed van zijn taak. Maar ja, je ziet dan toch dat als hij eenmaal op stoom is. Als hij eenmaal aan de gang is. Dat er geen houden meer aan is. En hij maakt het nog af ook. 3-1. Vasthouden. Hij wint het duel. Matusiwa geeft hem ook nog goed mee aan El Jebli. Oh, dit is een panel. Dit is ook wel weer heel erg dom gedaan van Palacios. Serieus. Loop mee, verzin wat. Maar ga toch niet daar zo een sliding in zetten, man. Maar goed, Wieland Reuter, die kan strafschoppen stoppen. Hè? Deed er tegen AZ dat 3 maal zelfs. El Jebli, maar daar is geen kruid tegen gewassen. Schitterend ingeschoten. Palacios, balverlies. Balverlies is. En Crowley probeerde er nog wat van te maken. Dat probeert Tapia ook. Overtreding Bakker. De invaller krijgt geel.
Deze vrije trap van Vroezaai gaat. Nou, dankzij de inzet van Nigel Bertrams, de nauwe nood naast. Isaac. Pavlidis glipt daar langs voor de beslissing. Nou, dat blijft dus uit. Dat leek hem toch te zijn, zeg. De nekslag, de 4-2. Pavlidis moet het afmaken. Zoekt de verre hoek. Maar mist hem net. Richting Van der Pavert, achterin is ook nog Van Miechem. Palacios komt weg. Dit is Burgzorg. Burgzorg voor het schot, Burgzorg voor het schot. En die bal wordt nog even richting Van de Tapia. Dat maakt het nog even extra spannend. En dus een corner. Weer corner. Reljeblie van de Pavert mist die bal van Miechem. Nikli Bakker. Die schiet dan Straalman omver. Dan nog een keer een schot. Dit is afgefloten. Ja, dus die man is afgefloten. Appel voor Hens. Was er sprake van Hens? Waar moet dat dan zijn geweest? Hier niet. Ja, als er sprake was van Hens, dan was het Hens van Straalman. En hebben ze het misschien moeilijker, veel moeilijker gemaakt voor zichzelf dan noodzakelijk was die van Willem II. Een superboeren. Ze zien NAC niet dichterbij komen. Dat is dan prettig, die wetenschap. En wel prettig dat ze hier in de wedstrijd waar ze in zijn fases toch redelijk kansloos waren. Toch op het einde voor elkaar hebben gekregen. Dat iedereen is blijven zitten.